De inworp voor Boekenberg, dat dus leidt met 1-0 na anderhalve minuut spelen, zowat. Hier in het vak van Boekenberg hebben we natuurlijk twee echte powerspelers. Met daarvoor Durunic en Jeffrey Kampers, die hier een heel mooi doelpunt op zijn naam schrijft. Mooie drive gemaakt, goed ondersteund ook. Ik dacht dat het Niki was, maar ik ben er. Zo is het, zo is het. Alleszins, het staat 2-0 voor Boekenberg. De vroege voorsprong, we gaan nog niet spreken over een kloof. Daarvoor is het natuurlijk nog te vroeg. En daarvoor is het verschil op dit ogenblik nog te klein. Maar dus wel al 2-0 in het voordeel van de favoriet in deze eerste kruisfinale.